Het is vandaag Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op deze dag wordt gevierd dat kinderen hun eigen rechten hebben. De rechten zijn op 20 november 1989 officieel vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In het kader van deze dag spraken wij Ruth Baron van de maatschappelijke dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Baron zegt dat de dienst deels afhankelijk is van meldingen vanuit de samenleving bij het opsporen van kinderen die hulp nodig hebben. Ze vermoedt dat er vaker kinderrechten schending plaatsvindt, maar dat die niet worden gemeld. Het gaat hierbij onder meer om kindermisbruik, kindergeweld en kinderverwaarlozing. Baron geeft verder aan dat er weinig meldingen van kinderarbeid binnenkomen. We zien dat wel in de gemeenschap en we doen er ook iets aan. Omdat de maatschappelijke dienst die krijgt merendeels vanuit de gemeenschap melding binnen. Dus als het niet gemeld wordt, weten we vaak niet wat we zouden moeten doen. We hebben heel vaak dat we bij programma's dat vaker weer zien, hè, dat een oudergezin of een senior die alleen achtergelaten is in een huis. Maar wij zijn niet in het veld om dat te constateren. Dus we hebben het eigenlijk van de gemeenschap nodig om het te melden bij ons, zodat wij daar iets aan kunnen doen. En dat met kinderarbeid weten we ook wel. Er is ook enigszins al iets vanuit mijn dienst daaraan gedaan, maar niet goed genoeg. Of er moet nog veel meer gebeuren, denk ik. Baron heeft het filmpje op social media ook gezien van een financieel zwakke moeder met 5 kinderen, waarvan 1 heel ziek was. De moeder gaf aan dat ze nog 2 kindjes wilde. Baron zegt dat ze dit geval zelf op social media heeft gezien, maar dat er officieel geen melding was gemaakt van dit geval. Hierdoor kon de maatschappelijke dienst niet tijdig ingrijpen. Ik heb het zelfs ook gewoon via social media gezien, wat ik dus altijd weer jammer vind, omdat die melding dan niet op tijd bij ons binnenkomt. En als ik vanuit mijn achtergrond ernaar kijk, dan denk ik van deze moeder heeft hulp nodig. Toch? Hulp in de zin van op andere gedachten brengen. Kan je dit allemaal wel aan? Hoe zie je de toekomst? Hoe ziet het voor jou eruit? Ze gaf zelf aan dat ze in een Chinese winkel werkt. Van hoeveel verdien je? Kan je dat aan? Heb je gekeken van, weet je, met de 5 kinderen of 7 waar je naartoe wilt, ga je dat wel kunnen behappen als alleenstaande moeder? Dus die extra begeleiding moet je dat kunnen bieden. Baron doet een beroep op de samenleving om als het nodig is gebruik te maken van de MI-lijn, de 123-lijn of contact op te nemen met de maatschappelijke dienst. Het ministerie van Sociale Zaken gaat het maatschappelijk werk meer bekendheid geven door mediacampagnes in de districten te organiseren.